Hallo, dit is Mr. Koenkist hier en je kijkt naar mijn, of je luistert eigenlijk, naar mijn commentaartrack op mijn Boastbusters review. Dit is een best wel heel erg interessant iets om eventjes naar terug te kijken, omdat ik heb nog wel even het een en het ander over te zeggen, over mijn reactie over op deze episode en over wat ik nou eigenlijk vind van Trixie in het algemeen. Ik heb ook een aantal leuke reacties gezien onder de desbetreffende video die je hier ziet. En ik wil daar gewoon eens heel eventjes nog het een en het ander over zeggen. Dus dat is wat we vandaag ook heel even gaan doen. Te beginnen gewoon al eventjes bij dit intro stukje. Waar ik eventjes aan het praten ben over Chris Savino's werk bij Friendship is Magic. En in de cartoonwereld in het algemeen. Hij heeft nog best wel heel erg veel shows geschreven. En dat hij heel erg veel shows heeft geschreven, bedoel ik dat hij heel erg veel episodes heeft geschreven voor heel veel cartoons. Dus ik had eigenlijk in de eerste instantie niet verwacht dat hij dit zou hebben gemaakt. Voordat ik überhaupt begon met reviews maken van Friendship is Magic, zat ik überhaupt niet eens op te letten op de daadwerkelijke titels van de episodes of de schrijvers van de episodes of wat dan ook. Het enige waar ik me op richtte was de episode zelf. En dat was het eigenlijk ook wel. Maar sinds dat ik dus in de community zit, in de reviewer, de cartoon reviewers community, ben ik daar echt wat beter op gaan letten. En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Maar goed, Chris Savino. De eerste keer dat ik deze episode zag, was ik een klein beetje, ja, ik had er een klein beetje gemengde gevoelens over. In de eerste instantie, want ik wist eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik hiervan moest denken. Een beetje hetzelfde als wat ik had met Griffin the Brush Off. Maar het probleem met deze episode en met Griffin the Brush Off is, met Griffin the Brush Off heb ik over het algemeen gewoon een tweestrijd. Dus daar moest ik, ik moest bij Griffin the Brush Off echt heel erg goed nadenken over wat voor cijfer zou ik nou deze episode geven. Uiteindelijk ben ik gegaan voor een 6 van de 10, omdat ik vond het het beste gewoon in die categorie passen. De gele categorie, zoals ik het wel noem. En nu dat ik ernaar terugkijk, vind ik dat ik daar dat de beste optie is geweest, inderdaad. Voor de episode zelf, voor de review. Maar bij deze episode was ik gewoon de eerste keer dat ik het keek, wist ik er gewoon even niet zo goed wat ik ervan moest denken. En dan na een aantal keren kijken, was ik gewoon, ja, best wel heel erg gefrustreerd op wat er gebeurde. En je ziet ook misschien wel waarom. En als je niet kan zien waarom in deze commentary of in deze review eigenlijk, dan kan je de episode zelf natuurlijk altijd nog even gaan kijken. Ik heb hier nog best wel heel erg veel praise gegeven aan de animatie van de episode. De animatie in deze show weet mij altijd weer te verbazen. De show is heel erg mooi geanimeerd in Adobe Flash. En ik vond het eigenlijk ook wel bij de stijl van de show passen. Als dit alles handgetekend zou zijn, dan weet ik niet of dat het er heel erg goed uit had geweest. Dat denk ik niet dat het er zo uit zou zien als dat het er nu uitziet. Sowieso niet. Maar you know what I mean. Oh man. Maar goed. Ik heb aardig wat reacties gehad wat betreft Trixie's karakter en zo. Op zowel de video als op Discord. En iedereen die ik gesproken heb over deze episode en over latere episodes van de show. Want ze maakt een terugkeer in, volgens mij was het seizoen 6. En iedereen die ik gesproken heb over Trixie, in ieder geval over wat ik, over mijn mening over Trixie, zegt hetzelfde. Ze heeft zichzelf wel weten te verbeteren later in de show. In seizoen 6, ja, inderdaad. Ik ben het er zeker mee eens dat ze zich heeft weten te verbeteren in de rest van de show, maar dat maakt haar acties in deze episode er niet heel erg gek veel beter op. Dat is gewoon het hele ding. In deze review moest ik me gewoon even, ik ging geen tijd besteden aan
latere episodes in de show. Ik heb dat ook al gedaan in Griffin the Brush Off. En daar vond ik Gilda ook wat... zeg maar, ik heb in Griffin the Brush Off al eventjes een andere episode genoemd. The Lost Treasure of Griffinstone was dat. En de reden waarom ik die episode eventjes had genoemd was omdat ik het er wel mee eens was dat Gilda zich daar wist te verbeteren. Maar ik ben nog steeds niet de grootste fan van Gilda. Hier had ik geen eens zin om me daarop te gaan richten. Omdat ik gewoon een hekel heb aan Trixie in het algemeen. Seizoen 1 of seizoen 6, het maakt me niet veel uit. Voor mij is ze nog steeds gewoon dezelfde Trixie die ze altijd was. Misschien ligt dat gewoon een beetje aan mij. Misschien ben ik een beetje heel erg bevooroordeeld wat dat betreft. Sinds dat ik deze episode heb gezien. Dat is gewoon een beetje het ding. Oh ja, ze heeft ook nog haar comeback weten te maken in seizoen 3, bedenk ik me net. Maar seizoen 3 was... seizoen 3 maakt deze episode ook niet heel erg gek veel beter op. Dat was Magic Duel. Daar ga ik nog wel een keer een review over maken. Als ik ooit bij seizoen 3 kom. Want dat gaat sowieso nog een keer gebeuren. Hier had ik gewoon geen goede reactie. Geen goede avatar voor. Maar het ding was ook... Super Anina, de tekenaar van mijn prachtige review avatar... die ik heb gebruikt in mijn Griffin the Brush Off en in deze review... heeft mij 12 van deze avatars gegeven. En het is... Als je er even over nadenkt, is dat meer als genoeg voor een simpele review. Ik hoef echt niet heel erg veel reviewers vandaag de dag. Gebruik er gelijk 100 of zo. En dat terwijl je er niet eens zoveel nodig hebt, als je erover nadenkt. Wat ik hier in deze review heb gebruikt, daar heb ik meer als genoeg aan gehad. En ik ben zeer blij met dat ik dit zo heb. Ik had ook... wel meer kunnen vragen van Anina, maar de commission was ook al duur genoeg. Laat ik het gewoon daarop houden. De commission was al relatief duur. Dus ja, wat dit, ik heb hier gewoon voor moeten betalen, die avatar die je daar op beeld ziet. Ik heb daar gewoon geld voor moeten wegleggen. Het is het wel waard geweest, though. Ik ben zeer blij... Dat ik deze commission gedaan heb. En dat ik Anina ervoor heb gevraagd. Dat was gewoon iets wat ik heel erg lang wilde doen ook. Omdat ik had al een tijdje een nieuwe Pony OC design. Oh ja, hier heb ik nog een leuke reactie op gekregen van iemand op Discord. Iemand vond het wel grappig om dit te zien van mij. Ik wist niet, ik moest gewoon even mijn frustraties op een beetje een leuke manier laten zien. Ik wou er nog wat meer mee doen, maar ik wist gewoon even niet wat. Ik had er eventueel een explosie bij kunnen doen, maar... het was al genoeg zoals het was, vond ik zelf. Als ik er nu naar terugkijk, dan denk ik echt van, ja, hier had ik misschien wat meer mee kunnen doen. Maar ik ben in ieder geval blij met hoe het eruit is gekomen. En het is gewoon even niet anders zo, is het. Het is eruit gekomen zoals het eruit is gekomen. Hier komen we dan uiteindelijk bij mijn final verdict van de hele episode. Ik ben ontzettend lang doorgegaan over mijn uiteindelijke verdict voor deze episode. En dat heeft gewoon te maken met dat ik wilde gewoon nog even het een en het ander kwijt. Wat ik zeg over guilty pleasures. Er zijn heel erg veel episodes... die door heel veel mensen beschouwd worden als de slechtste episodes van de hele show. Zijn er wel een paar mensen die een episode zoals Ghostbusters leuk vinden. En die dat hebben als een guilty pleasure, heb ik dat zo genoemd. Want in mijn ogen is dat dan niks meer en niks minder als een guilty pleasure. Of het dan ook daadwerkelijk een guilty pleasure is, dat weet ik niet, maar... Dat is gewoon wat ik... Ja, I don't know. In ieder geval, dit was hem dan voor deze commentary. Ik had er eigenlijk wel wat meer uit willen halen dan, dan wat eruit is gekomen. Maar zoals je ziet, het beeld is zwart. Dus dat betekent dat het tijd is voor mij om te gaan vertrekken.
Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze review. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om te maken. Als je de review nog niet hebt gezien, kan je doen. Er staat een infokaart rechtsboven in beeld. Kun je op klikken. Kun je vervolgens de video gaan bekijken. En er staat natuurlijk ook nog een linkje in de beschrijving beneden voor deze review. In ieder geval jongens, ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze commentary. Als je ervan hebt genoten, duimpje omhoog. Wil je nog meer? Abonneer, reageer, et cetera. Bla bla bla, je weet hoe dat gaat. En dan zien wij elkaar volgende keer weer. Astral Thunder, out.